Wat is jouw eerste reactie als je deze nieuwe Sony RX0 ziet? Juist, jij dacht net zoals ik, dat is een actioncam. Maar de Sony RX0 is geen actioncam. Maar wat is het dan wel? Laten we eerst eens even kijken wat een actioncam kenmerkt, zoals deze GoPro. Het is eigenlijk een videorecorder in een kleine verpakking die waterdicht is. Hij wordt geleverd met allerlei mounts waarmee je hem bijvoorbeeld op je helm kan monteren, of op een stuur, of op een surfboard. Noem het allemaal maar op. En daarmee film jij je actiesporten of alles wat je aan avontuur beleeft. Nou is dit ook een camera in een kleine waterdichte behuizing tot 10 meter, valbestendig, schokbestendig, noem het allemaal maar op. Maar het eerste kenmerk waarom ik denk dat dit geen actioncam is, hij wordt met geen enkele mount geleverd en ze zijn ook niet verkrijgbaar. De andere kenmerken waarom ik denk dat de RX0 geen actioncam is, de nieuwe generatie actioncams die filmen allemaal 4K en hebben beeldstabilisatie. Heb je nodig, want als jij op je mountainbike daar beneden gaat, dan trilt dat en dan wil je rustiger beeld. Deze camera die kan niet in 4K filmen en hij heeft ook geen beeldstabilisatie. Het is dus geen actioncam. De RX0 is zelfs eigenlijk niet eens een videocamera. Het is namelijk een compact camera in een ultrakleine behuizing die waterdicht is, tot 10 meter, schokbestendig, drukbestendig, valbestendig. Eigenlijk is het deze camera, de Sony RX100. Een compact met een 1-inch sensor. Want bijna alle features die hierop zitten en die sensor die hierin zit, zitten in die RX0, in die hele kleine behuizing. Ja, op dit moment heeft de RX0 nog een beetje een identiteitscrisis. Als je bijvoorbeeld naar de Sony marketing kijkt, dan zie je geen enkele actie whatsoever. Dan zie je eigenlijk alleen maar deze camera of onder water of in een studio. Dus het is eigenlijk aan ons om een beetje uit te vinden wat hij zo al wel kan. Wat hij in ieder geval wel is, is gewoon een compact camera met een 1-inch sensor die hele mooie foto's kan nemen. Die 1-inch sensor is namelijk bijvoorbeeld 4 keer zo groot als die bijvoorbeeld van de GoPro of de andere actioncams, waardoor de beeldkwaliteit een stuk beter is. Je kunt bijvoorbeeld 5 van die RX0's aan elkaar koppelen en met een smartphone bedienen. Ja, en dat brengt allerlei nieuwe mogelijkheden met zich mee. Bijvoorbeeld een bal, een VR-bal waarmee je 360 graden opnames maakt. Of een zeilboot waar je hem op 5 punten op de reling monteert. En dan kan je hele mooie shots maken van alle kanten. De Sony RX0 die richt zich wat meer op de pro. Dat zie je al aan de prijzen. Als je bijvoorbeeld een waterdichte behuizing voor de GoPro wil kopen, zodat je tot 60 meter diep kan duiken, heb je die al voor €65. De Sony RX0, die camera kost €850. Maar koop je daar een waterdichte behuizing voor, die tot 100 meter diep gaat, die kost maar liefst €999. Dat is zelfs meer dan de camera zelf. Eerder zei ik dat de RX0 geen 4K op kan nemen. Dat is niet helemaal waar. Hij kan geen 4K intern opnemen en wegschrijven naar zijn SD-kaartje. Wat hij wel kan, is via een HDMI-poort en een externe recorder 4K opnemen. Wij gebruiken nu de externe recorder van de cameraman, verbonden met een kabeltje aan de RX0. De reden is temperatuur. Die sensoren worden heet. De RX100 versie 4 bijvoorbeeld, na 5 minuten wordt hij zo heet dat hij uitschakelt bij het filmen van 4K. En waarschijnlijk is dat de reden waarom de RX0 intern geen 4K kan opnemen. In die piepkleine RX0 zit zo'n beetje de hele interface en alle mogelijkheden van de RX100 ingebouwd. Dit kom je in software op de kleine camera ook helemaal tegen, deze knoppen. Maar één ding die de RX0 wel heeft en deze compact niet, is slow motion tot 1000 frames per seconde. Dit maakt mijn werk zo ontzettend leuk. 1000 frames per seconde is veel, maar dat gaat wel ten koste van de beeldkwaliteit. Ziet er nogal wollig uit. En dat is niet zo verwonderlijk, want hij neemt op in een lagere resolutie. Afhankelijk van welke instelling is dat 1136 bij 384 pixels. En zelfs zo laag als 800 bij 270. En dat is duidelijk te zien. Je hebt 2 manieren om de slow-mo video op te nemen. De normale manier, die kennen we allemaal. Je drukt op de knop en de opname begint. 4 seconden, 1000 frames per seconde. Tweede manier is heel slim. Je drukt op de knop en eigenlijk stopt de opname. Hij heeft 4 seconden daarvoor alles in een buffer gezet
En dat schrijft hij dan vervolgens weg naar het SD-kaartje. En dat is natuurlijk heel handig bij slow motion, omdat het zo snel gaat en je weet niet altijd wanneer de actie plaatsvindt. Dan is het makkelijker om achteraf even op de knop te drukken. Uiteindelijk is dit gewoon een compact camera met allerlei features, waaronder ook hele goede low-light opnames. Ik sta nu in de kelder en ik zie persoonlijk geen hand voor ogen. De low-light performance van de RX0 is in ieder geval veel beter dan al die andere action cams. Je moet alleen niet verwachten dat die zo goed is als de camera waar we bijvoorbeeld nu mee opnemen. Dat is een professionele camera met een nog veel grotere sensor. Ik heb een paar dagen gespeeld met de RX0. En ik vind het eigenlijk een rare, gekke camera. Ik weet niet helemaal wat ik ermee moet. Eén ding is duidelijk, het is een waterdichte ultra compacte camera die beter schiet als een actioncam. Maar tegelijkertijd is hij niet echt geschikt om actiesporten te filmen. Geen 4K, geen stabilisatie. En tegelijkertijd is hij ook weer niet zo goed dat het een echte pro-camera is. Ik denk dat de tijd het zal leren of dit een succes wordt. En het ligt vooral aan de fantasie van cameramensen hoe ze een RX0 gaan inzetten.